Daar zijn we weer. Wederom in Amsterdam-Westpoort. Vanaf Amsterdam-Westpoort gaan we wederom weer naar Waddinxveen. Ja, ja, daar is al een video van, dat weet ik. Maar die video gaat binnendoor. En het is de bedoeling dat wij deze keer over de snelweg terug gaan. De heenweg had ik ook al gefilmd. Dus de video hiervoor. Maar de terugweg ziet er dan toch altijd weer net even anders uit. Dus ja, toch ook wel leuk om die ook eventjes op beeld te hebben. In het kader van nu we er toch zijn en dat het toch allemaal geen reet kost. Dus ik kan me uitschelen. Ja, die camera die draait toch wel, want het is mijn dashcam. Nou ja, eigenlijk is het gewoon mijn telefoon, maar die gebruik ik als dashcam. Met een dashcam app. Zodat je ook de datum en tijd kunt zien en de kilometers die ik rijd, de actuele snelheid, zeg maar. Dat is wel leuk. Daarin krijg je een beetje een inzicht hoe het gaat met een vrachtwagen, tenminste hoe ik dat dan doe. En als ik weer terugkijk, dan denk ik altijd van, ik rijd nog veel te hard op die rotondes af en zo. Ik ga veel te hard in de bochten. Maar dat gevoel heb ik zelf eigenlijk niet als ik achter het stuur zit. Dat is toch gek eigenlijk. Je ziet ook truck in het bord staan. Daar is eigenlijk de plek waar mijn kenteken zou moeten kunnen komen. Nou, dat vind ik niet zo belangrijk. Deze filmpjes leuk vind, abonneer dan op het YouTube kanaal, want ja, de ritten die ik nog niet heb gereden, die komen er gewoon op, die ik nog niet heb gefilmd, in elk geval. Ja, de ene keer rijd ik binnendoor, de andere keer over de snelweg, het zijn toch weer aparte ritten, ik hoop er toch apart op te staan, en als je het leuk vindt om te kijken, ja. Als je het ergens voor nodig hebt, maakt ook niet uit, je mag het gewoon vrij gebruiken. Even hier bij deze toestemming voor. Ja, zoals je kunt zien is het kwart over één zo'n beetje, 's middags. Dinsdagmiddag, 12 februari. Maar ja, dat kun je links onderin zien. Niet dat dinsdagmiddag is, maar wel 12 februari. Het is nu 10 graden hier in Amsterdam. En we gaan zo meteen de snelweg van A5 op. Richting Den Haag. Dan de A4 richting Den Haag. En dan de A12 richting Utrecht. En daar pakken we afslag van Waddinxveen. En dan zijn we weer op plaats van bestemming, want ik moet weer lossen in Doelwijk. Op Doelwijk moet ik zeggen. Dat is een industrietrein. Het is lekker weer, het is redelijk zonnig. Hier is wel een beetje bewolkt, maar de zon die prikt er aardig doorheen, mag ik wel zeggen. Winterdag. Het is per slot van rekening nog steeds winter. Nou, rechts zie je het festivalterrein. Waar heel veel festivalletjes gehouden worden.
windstil. En nu is toch een aardig windje de kop op komen zetten. Opkomen zetten. En dan maakt het toch weer een beetje fris buiten. Fris windje. Verjaardag. Op vliegveld Seppa was dat bij Etten-Leur daar in de buurt.
daar achterin. Die vlogen mee. Toen mocht ik zelf taxiën. Ik mocht zelf opstijgen. Ik mocht sturen in de lucht. En ik mocht zelf landen. Alles met de piloot ernaast. Gewoon mijn instructies. Hij heeft met landen geholpen. Dat had ik hem namelijk gezocht. Om toch wel veilig aan de grond te kunnen komen. Maar toch meer een deel zelf gedaan. Nou, dit is een leuk. Dat is leuk. Het is echt een leuk. Als je daar uit de kans voor krijgt, doen. Het is gewoon leuk om te doen. Toen zei ik van, als ik ooit te veel geld heb, dan wordt dat mijn hobby. Nou, ik heb die hobby helaas nooit uit kunnen oefenen. Maar het is wel iets moois om te vliegen. Kijk, er stijgt er eentje oprecht voor ons. Natuurkundig hoe het allemaal werkt, maar het blijft mooi. Hier op het punt dat de A5 overgaat in de A4. Samengevoegd. En op dit tijdstip is dat hier nog filevrij als het goed is. Want zo'n beetje of 3, 3:30, dan sta je weer aan te sluiten. 3:30 zeker.
trekt als ik al langs rijd. Ik weet niet wat het is. Nou, gaan we nu zo even mijn baan opschuiven. Als ik hier mag rijden, dan ga ik de A44 op. Dat wil ik niet. Ik wil op de A4 blijven. En dat ik ben nu maar doen. Zo, was het baantje op. Tikje aan de vroege kant. Ja, klopt. Maar het achteropkomende verkeer houdt niet zoveel rekening met truckverkeer, personenauto's. Die je op het laatste moment nog tussen moet. Dan is het gevaarlijker als dat je dat van tevoren al even doet. Dus je weet even om je heen rijden. Het geeft hier aan tot de A12 vanaf de A4 via de A4 18 minuten. Dat geldt niet voor ons, hè, want wij rijden natuurlijk een stukje langzamer. Ik ga wel even wat mee optellen. Het is nu 1:30 op mijn klok, dus we gaan eens even kijken hoe lang dat is. Er zit ook geen extra reistijd bij, dus dat houdt in dat het momenteel nog filevrij is, maar dat kan zomaar in één klant veranderen. Kan je wel zien. Het mooie is dat hoe je het op de camera ziet, dus hoe je het dus nu zeg maar, op het beeldscherm ziet, is ook hoe ik het zeg maar vanuit de cabine zie. Het is best wel een beetje fel en ik heb een zonneklep, dus je kijkt niet echt helemaal tegenin. Het is wel lekker. Allemaal zonwerende attributen in die auto om dat buiten de deur te houden. Lekker hoor. Ik ga maar even een peukrammetje eten.
dat het alweer wat drukker wordt op de weg. Vergeleken met anderhalf uur geleden, een uurtje geleden. Het is nog maar 1:30 geweest. Hè? Dat is mijn mening. Wat ook lekker is hier zijn de chili burgers. Wat is nou een chili burger? Nou, hij lijkt een beetje op een Mexicano. Dat is ook erg lekker hier. En kaasvlees. Dat zijn wat smallere kaasvlees. Maar er zit oude kaas in. Nou, die zijn echt lekker. Ja. Nee, ik ga er niet naartoe. Doe het niet. Vaak zat gedaan, al te veel eigenlijk. Erg lekker. Lekkere trekken, maar ik kan nooit één dingetje halen. Dan worden er altijd twee of drie. Dan wordt het dus meestal een kombootje van wat ik net zei. Een gehaktstaaf, een chili burger en een kaassoufflé. En als je dan op hebt zitten eten en je bent er klaar mee, dan heb je geen spijt. Dan denk je, oh, dat heb ik niet gedaan. Het is zo lekker, hè. We proberen overdag lekker wat bammetjes te eten en niets bij te halen. Lukt niet altijd. Meestal wel. Kijk, daar links heb je Aurora zitten. Uit de vorige video. Toen reden we daar ook langs. De heenweg naar Amsterdam gingen. Rechts zie ik een McDonald's zitten en een Laplace, maar gek genoeg in Nederland kun je bijna nergens met je vrachtwagen bij een McDonald's komen. Is dat erg? Nou nee, want ik vind het af en toe wel eens lekker, maar nou zeg van ik ben helemaal gek aan McDonald's, nee. Er zitten wel lekkere dingetjes tussen. Toen met een busje rijden, dan ging er wel eens langs een McDrive, dat het toch wel erg makkelijk is. Maar ja, het geldt hetzelfde verhaal wat ik net zei, ik kan nooit één ding nemen, ik moet er altijd twee of drie. En dan zit je eigenlijk toch onbedoeld weer helemaal vol te vreten. Dat ja. Is wel lekker, maar niet echt gezond natuurlijk.
verder bent, dan staat het al, nou, vast wil ik niet zeggen, maar dan is er een klein filetje, opstoppingetje. Kwart voor drie begint dat wel, ja, zachtjes aan, wat drukker te worden. Nu nog mooi op tijd. Beste van het beste.
geluidskwaliteit van mijn stem zal niet zo goed zijn, want ik zit best aan het eind van de microfoon af. En ik lul wel wat en de radio staat nog zachtjes aan en je hoort natuurlijk het motorgeluid. Maar dat is dan jammer. Als je gelul zat bent, dan zit het geluid lekker uit, joh. Lekker muziekje aan. Terwijl je kijkt, ik ken ook. Het is maar een tip, hè. Dat gelul van mij wordt er niet wijzer van, dus geef mijn bek ook maar aan het duwen, joh. Dan zit de mensen niet in mezelf te praten, maar tegen een telefoon.
vertrouwen van die camera af te krijgen. Ik reinstel het klaar. Naderen we Zoetermeer. Zoetermeer. Ook wel Sweet Lake City genoemd.
Binnendoor vind ik leuker rijden, want dan ben je meer bezig. Dit is best wel saai om te sturen zo. Maar kijk of ik niet in slaap val op zo'n rit. Heb ik weinig actie. Maar goed. Het rolt lekker door. Een ritje van een uurtje ongeveer, als er niets gebeurt onderweg. Geen gekke dingen. Moet het makkelijk kunnen. Links de gevangenis, wat je net al kunnen zien op het beeld, G van Genis van Zoetermeer. Penitentiaire inrichting, zoals het heet. Uit geboefte vastzit. Plaats waar ik het liefst zover mogelijk bij vandaan blijf. Alleen je moet denken waar ze zitten, echt niet. Blijswijk. Heel veel spul van Hoogvliet gebouwd op het moment. De bakker van Hoogvliet die zat er al. En nu komt er volgens mij een DC naast. Aardig spulletje. Goed voor de werkgelegenheid. Achter een McDonald's en een KFC en een Brams patat. Een wasdraadje. Geen Burger King, helaas, want dat vind ik lekkerder dan McDonald's. Maar ja, moet je niet alles hebben. Brakje van moeders de vrouw is ook lekker, hoor. Niks mis mee. Gisteravond had hij weer een lekkere pan haché gekookt. Die gaat gewoon schoon leeg. Met niets van over. Zeefhuizen. De molens had je waarschijnlijk al kunnen zien. Misschien zie je nog een molen. Ik weet het niet of je dat op de camera goed ziet. Hier we dan even niet zo gezien en goed boven op de weg houden. Zeefhuizen is de plaats waar ik vandaan kom en ook nog steeds wonen. De gemeente is ook een beetje aan het groeien. Er is een woonwijk erbij. Er al een aantal woonwijken bij gebouwd. Het gaat ook maar door. Zeefhuizen valt onder de gemeente Zuidplas. Daarin zitten Moorden, Nieuwkerk, Moerkapelle, Uitverlaat en Zeefhuizen in verbonden. Niks vergeten? Nee, dacht ik niet.
dat hebben ze een tijdje gemeente Moerhuizen genoemd. Maar dat vond ik gemeen, want uit verlaat dat kwam er niet in voor. Ze hadden beter gemeente Zeven Oude Moeren kunnen noemen. Maar dat is niet gehonoreerd, helaas. Later is dat gemeente Zevenhuizen Moerkapelle geworden. Ja, toen moesten we vanaf de overheid, vanuit de overheid, gemeenten worden samengevoegd tot grotere gemeenten. En toen kwam dus gemeente Zuidplas met daarin Moordrecht, Nieuwkerk, Uitverlaat, Zevenhuizen, Moerkapelle. Niks vergeten, ik dacht het niet. Nou, vooruitgang is weet ik niet hoor. De hoofdgemeente is Nieuwekerk van de IJssel. Ja, daar is dat netjes. Als wij wat gedaan willen krijgen, moeten we even bellen. Want dan komen ze uiteindelijk wel, maar het heeft geen prioriteit. Nou, afslag Zevenhuizen Waddinxveen. Links de Moerkapelle, rechts richting Doelwijk, Waddinxveen. Doelwijk ligt kilometer 3 buiten de gemeente Waddinxveen zelf. Maar dit is allemaal, de linkerkant van de weg is de gemeente Waddinxveen. Aan de rechterkant van de weg is de gemeente Zevenhuizen, dit stuk. Daar een grote boer zitten van de spek en die zit echt in Zevenhuizen. Zuidplas tegenwoordig. Het geldt ook hier aan de rechterkant is het Zevenhuizen. Een aantal bedrijven hier. De Zevenhuizen. Aan de overkant van de weg, waar Doelwijk zit, is Waddinxveen. Ik heb best een vrij herkenbare truc. Maar het zijn geen mensen die mijn filmpjes bekijken hoor. Tenminste, dat denk ik niet. Het zijn gewoon collega's, over het algemeen collega-chauffeurs. Mensen uit de buurt. Ja. Natuurlijk uit deze omgeving. Nou, ik ga er een eind aan breien. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Maak er een mooie dag van. Doe nog een leukie!